Hartelijk welkom op deze bijeenkomst over Syriza. Toen we deze bijeenkomst een paar weken geleden gingen organiseren, toen hoopten we dat Syriza een klinkende overwinning zou behalen. En dat is gelukkig gebeurd. En nu hebben we dus alle reden om te discussiëren over wat betekent dit voor Griekenland? Wat is Syriza voor een politieke partij? En wat betekent dit voor de bezuinigingspolitiek in Europa en voor links? First of all, thank you very much for the invitation to speak today after such historic events happening in Greece at the moment. Every day is the news are coming in. I hardly can keep up with the news, but I will try first to give out a personal experience of how I experienced since Friday till Sunday, the whole electoral procedure. And also what is about to happen, one of the first steps of the new Greek government. Greeks abroad, we cannot vote through our embassies. We have to vote only in our country. So we try to address this issue. Some members of Syriza we try to address this issue by making a flight to for democracy. We made a crowdfunding and we managed to go to Greece and cast our vote. It's more of a symbolic movement because 60 votes wouldn't change the result. But it was a really big honor to actually cast my vote in this really important and historic elections for Greece. The atmosphere just before the elections on Friday, because I managed to go to the last rally of Syriza in my hometown in Heraklion in Crete, was that people were really expecting something new to happen. They were expecting a hope, and it was overwhelming how a rally of the left could manifest itself with so many people. It was so bizarre for me as well, because I entered Syriza when it was a party of just 4%, and with all its difficulties and all its while being in demonstrations and while being oppressed by police in several locations and so on. Now suddenly we are finding ourselves in a position of power. One really big characteristic element of this electorate procedure was that there were on the day of the elections was that there were no party representatives. There were hardly any party representatives from the other parties other than Syriza, at least in the area of Crete. I was also as a party representative in the county. And you could see that members from the Social Democratic PASOK or from the ex-government party, the ex-government partner New Democracy, were absent from the whole procedure. So they were actually knew that they were going to lose, and they actually really admitted in the most spectacular way already their defeat. But also another thing is that the all this strategy from the former government of polarization, of even hate speech, and trying to terrorize the public. In the case of Syriza winning, that the supermarkets are going to be empty. There's not even the government official was saying that there's not going to be toilet paper in the supermarkets, and they were calling us afterwards populistic. But it was amazing how the polarization escalated, and there was a sign of even the slightest of political, let's say, civil political discussion as the election was drawing in to its end. On the night of the elections, of the election after the first exit polls were coming out and the first results also, that it was
Of course, a day of jubilation for us, the party members. There were also some people who were coming along to see our celebrations. But that was actually a first sign for us that we have to focus a lot on popular mobilization. That we, as members of a party, is not enough in order to create changes that we want to do. And having a government of the left making amendments or laws or changes in the constitution, that's totally only a bureaucratic, let's say, part of governance. But on the other hand, there has to be awareness and mobilization from the people. This is what we ask. But we said also before the elections that we want the people to be active and not just go to the ballot once every 4 years. For us, politics is something that you have to practice it every day in your family, in your neighborhood, in your town, in your village, and so on. So, and in your, of course, in your in the trade unions and social movements. Now. As about the result, unfortunately, we didn't manage to reach the absolute majority of the 101 plus seats. So we had to come into a coalition government with the independent Greeks. Many of you were thinking how can a left party making a cooperation with a right-wing party, almost a Christian democratic party? Well, the independent Greeks were actually a movement that a splinter group that came from the right-wing parties that was not advocating nationalism, and it was advocating more a patriotic line, not let's say the way, of course, with just like a New Democracy did, or even Golden Dawn was doing at the time. We have a lot that divide us with this party, but we have a lot of things that we think that we can cooperate. The president of the Independent Greeks has, and that was, let's say, the core of our cooperation, is that we are going to agree on the program of Thessaloniki. And that program includes actually clauses for the debt. So it means the stop of the memorandum and its laws. It means the abolishment of a large part of the debt. We are going to try to abolish almost the three-fourths part of the debt, so more than 50%. This is going to be a really difficult negotiation to achieve. But we think it's possible because if you see at the statistics, the debt risen much significantly during the times of the Troika, and not before. It was getting high before, but during the times of the memorandum, the situation went worse. So most institutional actors are saying that the debt is not longer sustainable. And we are going to replace, we are going to propose clauses of development, so the money that we are still going to receive from the European Union are going to be invested in a development plan, so we can finally be able to actually produce and be able to repay the amount of debt that we are, Greece is eligible for. And also for a moratorium, so that means like a time frame in order to make all these development plans and in order to the economy to flourish again. And of course there is also the issue of the German reparations, which is a really sensitive issue that has not been addressed till now from any Greek government in a serious manner. And right now, even in the European Parliament, the procedures are going quite well. As about the society, we have a popular program about that. It's, first of all, the program to tackle the humanitarian crisis. So that means that families, there are so that means free electricity, or really cheap electricity for at least 300,000 families. A
uitkering, like a subsidy for families that are the poverty line for housing, like and medical for medical care. That no family will have to worry for their medical care, and so on. For example, one of the first moves of the government was to disband the 5 euro ticket that was in the hospitals, and the 20 euro ticket that for your visit to the doctor. This is quite. Is a small thing, let's say, that's cutting one of the laws of the Troika, but it means a lot for the people who had it in need. And afterwards there are imminent measures to restart the economy. That means to reenact labor laws that have been totally disbanded, raise the minimum wage to as much as possible gradually, as much as possible to the levels prior to the crisis. So we can ignite, let's say, the real economy. The real economy is like the small investors, the small shopkeepers, and not the big corporations who are still owe huge amounts of tax. Imagine, for example, that the German company that owns the Greek port in Athens owes 300 million. Euros in VAT that they haven't paid since 2004. So there is a lot of work to be done on tax evasion, on the big, on the great capital. Because if you see, let's say, on the tax evasion, on the whole tax evasion money, only 14% belongs to small investors and, let's say, the common people and so forth. All the rest is on the big shipyard owners, the corporations, and so forth. Lastly, this is like, it has to do also like in general plan, the institutional and democratic transformation of the country, because we have a lot of problems with the police force and how it works. If you remember in the last elections, I haven't seen the data how it went this year, that more than half of the police force votes for the Golden Dawn. That is something that has really, that is a really big problem if we want actually to make, to create a new trust of the citizens towards the police force and feel, have a sense of security. These are some of the, in general, some of the measures that we have agreed upon. Also with our partners now, with the Independent Greeks, and we hope that these are going to go forward. Our wish was that with a majority government we would manage to apply all of our program, all of our promises, and we might have some difficulties as about the national issues and immigration issues and so forth. But one really optimistic thing that I read recently is that a minister announced that there is going to be given the Greek nationality be given to children of second generation immigrants in Greece, and that's just, I find this really optimistic, since I haven't heard anything from our partner or an objection or whatsoever. We do realize, in order to close a little bit, we do realize that. There are huge challenges ahead of us. The messages are that we are having from Europe, they are also optimistic, but also a bit harsh. We know that we are going to deal with many difficulties, but what we know that the Greek people have spoken, and they will be with us in the streets in order to. Demand to support this government and to support this negotiation as it moves forward. I said mostly what I had to say about the whole procedure. Afterwards, if you want to make specific questions, I would be glad to answer them. Thank you very much. Ik ben nu vereerd om Sedat Karaboulut zometeen het woord te geven, die vandaag nog in de Kamer de PVV heeft aangepakt over hun racistische onzin over dat de problemen, de tekorten op de woningmarkt iets te maken hebben met vluchtelingen. Maar gelukkig heeft
Zalet Karabulut ze gewoon een repliek geniet. En ze gaat nu vertellen over hoe zij kijkt naar de overwinning van Syriza in Griekenland. Goedenavond allemaal. Uiteraard verheugd. Allereerst felicitaties. Ik ben blij met zo'n zuster. Ik ben blij dat Syriza onze zusterpartij is. En ik ben vooral ontzettend blij met de gigantische overwinning. In mijn optiek, het nieuws kwam naar buiten volgens mij op dezelfde dag als dat we het nieuws kregen dat Kobani stad bevrijd zou zijn van de IS. Echt eruit getrapt door de strijdende Koerden. Ik zie in beide een parallel in die zin dat het te maken heeft met heel veel strijd van onderop, samenwerking en solidariteit. Belangrijke stappen en goed voor de mensheid en humaniteit. Dat even om te beginnen. Ik zal heel kort een aantal punten aanstippen. Er valt uiteraard heel veel over te zeggen, maar ik wil vooraf wel de opmerking maken dat ik het de Griekse situatie uiteraard van zeer dichtbij volg en mijn partij ook. Alleen zelf ben ik er niet geweest. Dus ik heb van Diederik Olders, die er namens onze partij wel is geweest, inderdaad begrepen dat het very exciting was. En dat er hele belangrijke lessen getrokken kunnen worden. Maar er zijn natuurlijk ook hele belangrijke historische verschillen tussen Nederland en Griekenland. Om maar te zwijgen over de sociaal-economische omstandigheden in beide landen. Maar er zijn wel belangrijke parallellen ook. Zowel Griekenland als Nederland hebben natuurlijk te maken met het EU-dictaat. Ik denk, en dat vind ik deze dagen nog wel het mooist, dat behoorlijk wat technocraten en EU-leiders die zich baas wanen over onze portemonnee, best wel een beetje zijn geschrokken van deze uitslag. En van het optimisme wat het ook uitstraalt. Want dat is wat mij betreft een heel belangrijk ander punt. Deze verkiezingsoverwinning is niet alleen inhoudelijk in de strijd tegen het neoliberalisme en voor sociale politiek heel erg belangrijk. Het is bovenal hoopgevend. Ik denk dat deze uitslag hoopgevend is in de eerste plaats voor de Griekse bevolking die hiermee heel duidelijk heeft gekozen voor die hoop. Heeft laten zien dat ze hoop hebben. Dat er een alternatief is. En dat zij door te strijden en de vuist te maken ook een signaal hebben afgegeven. Niet alleen zelf de handen ineen te slaan om een andere politiek af te dwingen en te stoppen met al die vernederingen, maar ook richting de trojka's, IMF, EU-regeringsleiders ook onze eigen Dijsselbloem. En die begonnen al een beetje de eerste dag van we willen natuurlijk wel blijven samenwerken, maar de afspraken staan. Ik denk dat de nieuwe Griekse regering, op dag 1 heeft laten zien in ieder geval dat ze de rug recht houden. En dat zal denk ik heel erg belangrijk zijn, want Alex die eindigde zijn verhaal ook al met het zal nog een hele strijd worden. En ik kan mij ook herinneren dat Emil Roemer in ene campagne zei over my dead body. En dat toen ook alle lichten uit zouden gaan en heel Nederland over ons heen viel. Want stel je toch eens voor dat je sociale politiek zou gaan voeren en zou stoppen met dat bezuinigingsbeleid wat alleen maar om de winsten draait en het grootkapitaal. Een derde belangrijk punt denk ik dat het een hele duidelijke keuze is geweest. En Alex zal er vast meer over kunnen vertellen. Dat vind ik interessant. Ik als onderdeel van de Griekse cultuur ook. Dat het echt een keuze is geweest voor radicale democratie. En daarmee ook een vuist tegen fascisme enerzijds. Rechtsextremisme, wat we natuurlijk ook, ik en met mij denk ik heel veel in deze zaal en vooral de Grieken zelf maakten zich natuurlijk verschrikkelijk zorgen over de Gouden Dageraad en alle ontwikkelingen. We zien het ook in andere landen, maar met deze strijd is ook laten zien, wij hebben meer gemeen dan wij verschillen en wij laten ons niet uit elkaar spelen, we maken een vuist daartegen. En ik denk dat een belangrijke les die wij hieruit kunnen trekken is dat het, jullie zijn al een aantal jaren bezig en het is natuurlijk allemaal niet uit de lucht komen vallen, maar wat ik er ook van heb gehoord, ook van Diederik,
is dat het heel erg een strijd van onderop is geweest. Letterlijk een strijd om leven en dood. Hij vertelde mij ook dat, die verhalen hebben wij natuurlijk gehoord, kinderen die uit prullenbakken eten, mensen die geen elektriciteit hebben, uit huis worden gezet, zieke mensen die hun medicijn niet meer kunnen betalen. En dat om die reden alleen al mensen zich verenigen en van en het organiseren, anders organiseren, maar daarmee ook de ruimte ontnemen aan fascisten om het fascisme door te voeren. Tegen het bezuinigingsfetischisme, zei het al. En ik denk dat het voor mij in ieder geval persoonlijk, maar voor de linkse beweging, de sociale beweging, voor heel Europa echt een opkikker is. En in die zin, als je mij dan vraagt, want dat was een tweede vraag van, welke conclusies of welke lessen kun je hier dan uittrekken? Dan denk ik, Nederland is Griekenland niet. Maar Griekenland, de Griekse bevolking, heeft wel laten zien dat een alternatief mogelijk is en dat winnen mogelijk is. En dat dat ook mede is door hoop uit te stralen, het alternatief uit te stralen, maar vooral ook heel veel politiek bewustzijn. En dat is iets, denk ik, waar wij in Nederland, gegeven alle discussies, heel hard aan moeten werken of nog harder aan moeten werken. Ik denk dat de afgelopen jaren, in Nederland hebben wij een bezuinigingspakket van 50 miljard vanwege de crisis. De rekening wordt neergelegd bij de mensen, de banken komen er vanaf, verdienen erop. Nou, dat hele verhaal hoef ik jullie niet te vertellen. Je ziet het nu ook terug, ook al ontkennen ze het. Maar ja, het verhaal is echt waar. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Uiteraard Nederlandse omstandigheden. Maar ook hier zien we dat er bij mensen wel een soort van... bij een deel van de mensen onterecht logica in is geslopen. Ja, maar er is toch geen alternatief? Ja, dat alternatief is er wel. We kunnen ook investeren in de mensen en we kunnen ook sociale politiek voeren. En de contouren daarvan, dat antwoord, de behoefte geven we eigenlijk zelf. We hoeven de zorg niet te privatiseren. We hoeven geen eigen risico van €350. We kunnen inkomensafhankelijke premies maken. En zo zijn er op veel meer vlaggen nog veel meer alternatieven om ook hier, die armoede die we hier kennen, 430.000 kinderen op dit moment, 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede, uiteraard Nederlandse armoedemaatstaven, om te laten zien van, joh, dit is geen, dat wat ze ons opleggen, ook dat EU-dictaat, hoeven wij niet te pikken. Wij hoeven ons niet aan hun regels te conformeren en daarmee de veroorzakers van de crisis uit de wind te houden en ons eigenlijk een politiek van dagkoersen te doen opdringen, terwijl het gaat om de menselijke waardigheid en de gelijkwaardigheid en de solidariteit. En ik denk dat in die zin die politiek, naast het politieke bewustzijn, de politieke boodschap ontzettend belangrijk is. Dat ook hier in Nederland, je had het net al over, wij nog een hele, hele belangrijke strijd hebben te voeren waar het enerzijds betreft het verenigen van mensen van verschillende achtergrond, afkomst, jong, oud, migrant, niet-migrant, enerzijds tegen het neoliberalisme, anderzijds om zo ook inderdaad extreem rechts de wind uit de zeilen te nemen. En dat betekent ook de strijd tegen racisme en discriminatie. Want ook hier zien we, het is, je ziet het in alle crisissen, we hebben het ook in de geschiedenis gezien, maar nu moment dat de crisis en onzekerheid is, wordt op dat gat ook ingesprongen door enge types migranten of mensen die niet passen in hun wereldbeeld als schuldigen en zondebokken naar voren schuiven. En ik denk dat de les van Griekenland ook is dat daar ook dat met de politieke strijd voor sociale politiek tegen het neoliberalisme overwonnen kan worden, sterker overwonnen moet worden. Last but not least, om het even op de hoofdlijn te houden, solidariteit, bouwen aan verzet van onderop. Ik denk dat dat voor Nederland iets is waar wij heel, 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 heel hard aan moeten werken. Zonder politiek bewustzijn gaat het niet, alternatief ook niet, maar ook al heb je dat dan nog, wil je dit soort veranderingen, echt koerswijzigingen, veranderingen aan het huidige systeem van onderop moet afdwingen. En ik denk dat dat wel degelijk mogelijk is. Als ik kijk naar het programma van Syriza, radicaal noemen ze dat. Nou ja, goed, je mag in mijn ogen
best radicaal wezen. Er is helemaal niks mis mee. Als je de wereld wil veranderen, dan moet je ideeën hebben. Maar extreem of eng of ja, alsof je het systeem omver wil werpen. Nee, het zijn hele reële menselijke uitgangspunten. Althans een politiek die de mens als uitgangspunt neemt. Dat, ik bedoel, basisvoorzieningen zoals elektriciteit, medicijnen. Maar tegelijkertijd ook het stoppen van inderdaad uitverkoop van, de land, van het land. Wat natuurlijk al, dat groot kapitaal was er al vandoor. Met al het geld en de verarmingspolitiek tegenhouden. Het zijn allemaal hele realistische, haalbare politieke doelstellingen. En ik zie daarin ook heel veel overeenkomsten met een aantal doelstellingen van mijn partij. En ik hoop dat wij daar vanavond al verder brainstormend nog nieuwe strategieën en ideeën op kunnen verzinnen. Om ons laten inspireren door Griekenland. De sociale strijd hier op te voeren en daarmee ook de internationale verder te bouwen aan de internationale solidariteit. Dank u wel. Ik wil graag even vertellen wat Reinform is. Misschien niet iedereen weet het. Wij zijn een activistengroep van Grieken die vanaf eerder eigenlijk van 2011 actief is in Nederland. Wij zijn geen partij, we hebben geen, en onze leden zijn uit verschillende ideologische stromingen, van links en anarchisme. We hebben geen leider en we functioneren volgens het principe van horizontale democratie. Dus de vergadering is de baas en dan in de vergadering worden beslissingen genomen. We hebben nog niet vergaderd om de resultaten van de verkiezingen te discussiëren, maar hier wil ik wat gedachten met jullie uitdelen die ook bij de mails zijn gecirculeerd. Wij vinden dat we zijn blij ook met het resultaat van de verkiezingen. De gegaande conservatieve regering is weg. Veel mensen hebben die regering met Juda vergelijkt en dit is eigenlijk weg. Dat is het resultaat van de jarenlange weerstand van de bevolking. Demonstraties en verschillende acties zijn uitgevoerd de afgelopen jaren. De politie heeft tonnen traangas aan de demonstranten gegooid, maar de mensen blijven toch in actie. Syriza vanaf het begin is in de massa-beweging gemengd en heeft met dezelfde leuzen gedemonstreerd. De leuzen van de straat was het stoppen met de betaling aan de trojka, gooi de trojka eruit en begin met een eigen koers in Griekenland, vrij van de opgelegde schulden. Het verkiezingsprogramma die Syriza al tijdelijk heeft gekozen, heeft niet echt dit verzoek van de straat overgenomen. In plaats daarvan gaat Syriza volgende week onderhandelen met de grote monsters van Trojka. Wij houden onze hart vast. Heeft er gerustgesteld dat zij niet, dat Griekenland niet uit de EU willen weggaan. Want de grote vraag is, wat voor hervormingen kan je in het land doorvoeren zonder de huurcontracten te breken en zonder te breken met het instituut die de huurcontracten heeft ingevoerd, de Europese Unie. Maar wat dan ook gebeurt, het Griekse volk heeft enorme solidariteit nodig de komende tijd. Solidariteit die helaas is achtergebleven in het begin van de crisis. De rechtse propaganda, de eerste 2 jaar, kreeg de vrije hand in Nederland. De lauwe corrupte Grieken, eigen boelt dikke schuld enzovoort. De linkse partijen in het parlement hebben helaas geschitterd door de afwezigheid van solidariteit. We hebben toen, in 2010, als linkse Grieken, tevergeefs brieven aan SP ingezonden, zonder dat we ooit een antwoord hebben gekregen. Ik wil niet zuren, ik ben geen zuurpiet.
Wij zijn blij dat het nu anders is. Maar Links-Europa heeft tijd verloren. Door de aanwezigheid van de krachtig solidaire antwoord van Links heeft ultra-rechts gaandeweg de ruimte ingevuld. Het volk in Nederland is bang nu dat als de zuidelijke landen gaan schuld kwijtgescholden krijgen, zij de rekeningen moeten betalen. En die vrees is redelijk reëel. Het stabilisme in Europa heeft dit geniaal gedaan dus. De noordelijke volken zullen niet de zuidelijke het kwijtschelden van de schulden gunnen, omdat ze anders zelf moeten betalen. Maar is dat echt zo en wat moet gebeuren? Ik denk dat het volk in Nederland dat op straat heeft gevochten, heeft het antwoord gegeven. De crisis moet betaald worden door degenen die de crisis hebben veroorzaakt. De banken, de financiële instellingen. Als dit het belangrijkste verzoek van de massabeweging in Nederland wordt, dan hebben we een belangrijke stap gemaakt in de richting van een gezamenlijke Europese massabeweging. Nou, ik deel net als de vorige sprekers vreugde over de overwinning van Syriza. Want het is echt niet te onderschatten wat dit voor links en voor Europa betekent. En Saad noemde het al, dat we in staat zijn. En ik zeg we, want ik voel me onderdeel van die internationale beweging en de strijd die er in Griekenland geleverd is. Om inderdaad overwinningen te boeken. En dat enthousiasme, dat delen we. En het maakt je ook blij als je ziet hoe de heersende elite bang is, slapeloze nachten heeft en het in hun broek doen. En in die zin verbaasde het me niet dat ze bang waren voor tekort aan wc-papier misschien. daar word je wel blij van. En ik denk dat dat wel een reden heeft dat ze daar bang voor zijn, die overwinning van Syriza. Want de Grieken hebben nee gezegd tegen drie dingen. Ik bedoel nee tegen de leugens die er over de Grieken verteld zijn. Ik bedoel, als je nagaat wat voor onzin er in de media afgelopen jaren stonden. Het waren laaie profiteurs, werkte niet de hele tijd aan de OESO, weet ik wat. Echt zelfs tot en met racistische kenmerken opgenoemd werden. Terwijl we weten dat Grieken het hardst werken van de Europeanen. Statistieken van centrale statistiekbureaus van de EU zelf. Dat dus niet klopt en dat inderdaad het geld natuurlijk ging naar de rijken in Griekenland die het op belastingparadijzen belegden, die onder andere ook door Nederland worden mogelijk gemaakt. En ze hebben natuurlijk nee gezegd tegen de bezuinigingen. Hè? Ik ga het daarover kort houden, want Saad noemde al de voorbeelden. Maar als je dus bedenkt dat een kwart van de Grieken ondertussen onder de armoedegrens leeft. Een 500.000 kinderen, voor hun geldt dat. En ook zelfs dat de schuld natuurlijk, staatsschuld, want door de bezuinigingen, dus dat zou de oplossing zijn, dat is van 117% van het bruto nationaal product tot 175% nu gestegen. Dus het medicijn heeft het alleen maar verergerd. En als derde hebben de Grieken natuurlijk nee gezegd tegen de chantages die er vanuit Europa kwamen. Ik bedoel, als je bedenkt wat er gezegd werd, het was gewoon een afschaffing van de democratie. Want je mocht niet op Syriza stemmen, want inderdaad de hel zou losbreken. En ik denk dat mensen ook hun democratisch recht teruggeclaimd hebben door te zeggen van wij stemmen op de partij waarvan wij vinden dat het onze toekomst vertegenwoordigt. Nou, daardoor is er natuurlijk heel veel hoop gecreëerd in Griekenland op verandering. Mensen willen dat echt het roer wordt omgegooid. En dat het belang van gewone mensen boven de winst van de elite wordt gesteld. Nou, en ik denk als dat de waarden zijn waardoor de media en de gevestigde politiek je radicaal links gaan noemen, ik ben daar wel blij mee. Ik bedoel, als je als radicaal links de echte problemen gaat aanpakken in plaats van zeg maar de symptomen, dus tot de kern gaat. Als je inderdaad zegt het zou moeten gaan om vluchtelingen, om solidariteit en nee tegen het racisme van de Golden Dawn. Als je inderdaad zegt dat
elektriciteit opnieuw moet worden aangesloten, de lonen omhoog moeten, de pensioenen omhoog moeten. En in plaats daarvan de schulden niet betaald hoeven te worden. Dan denk ik dat, ja, als dat radicaal is, het zij zo. Ik ben wel zelf teleurgesteld dat Syriza natuurlijk met de Gouden Dageraad in coalitie gegaan is. Dat is al helemaal erg zeggen. Kom. Nee, met de independent Greeks, de onafhankelijke Grieken. Verspreking, maar goed, Freudiaans. Omdat ik eerlijk gezegd niet denk dat ze alleen maar patriotisch zijn, maar dat er bijvoorbeeld heel veel antisemitisme bij de onafhankelijke Grieken speelt. En ook omdat er een alternatief was om als een minderheidsregering de stem te vragen van andere partijen en hun ook voor het blok te zetten om een minderheidspartij van regering van Syriza te steunen. En daarbij is het natuurlijk kwalijk hoe de communistische partij van Griekenland zich heeft opgesteld. Enorm sectarisch, niet willen samenwerken met Syriza en niet eens willen, volgens mij, vergaderen om tot een ander alternatief te komen. En dat is ontzettend belangrijk, omdat ik denk dat we deze beweging wel op hoop verder moeten bouwen. Want het alternatief hebben we in de geschiedenis gezien. Dat bijvoorbeeld in 1981 Mitterrand in Frankrijk gekozen werd, sociaal-democratisch, met ook hele harde linkse eisen van tegen privatisering enzovoorts. En op het moment dat er tegendruk werd uitgeoefend vanuit de politieke elite en het kapitaal in Frankrijk, heeft hij eigenlijk gecapituleerd en daarmee ook de bodem gelegd voor volgende verkiezingen, waarbij rechts als de overwinnaar uit de bus kwam, maar ook de groei van Front National, omdat mensen denken van de politiek is een pot nat, wat voor verschil maakt het. En ik denk dat de uitdagingen dus inderdaad voor Syriza enorm groot zijn. Want ze gaan inderdaad vergaderen over wat gaat er met die schulden gebeuren. En dan is het gewoon confrontatie of capitulatie. Gaan we een tegenmacht opbouwen tegen de machten die vanuit Europa tegen ons in werking gaan? En dat is er heel veel. Er wordt gezegd, de financiële markten zullen dit doen, dat doen. Ik bedoel, achter al die markten gaan er gezichten, namen, instituties schuil. Ga je daarvoor capituleren of ga je inderdaad een tegenmacht opbouwen? En elke linkse regering zal in die positie komen. Ook als SP aan de macht zou komen, wat we hopen, zou dat precies dezelfde keuze zijn. Maar het punt is, zit je in de regering en kijk je achter je, heb je daar dan in beweging staan? Heb je in straat staan? Heb je mensen in de bedrijven, universiteiten, scholen staan die ervoor willen vechten, willen staken, willen demonstreren, zichzelf willen organiseren om die druk van onderop op te bouwen of niet? En dat zal niet in één nacht gebeuren. Dat is een project wat je jarenlang gedaan moet hebben. En Griekenland heeft inderdaad die geschiedenis. Bruisende linkse beweging en vakbonden waarin dat gedaan is. Maar het gevaar is ook natuurlijk dat op het moment dat een regering, een linkse partij in de regering komt, dat die een andere mentaliteit krijgt. Van willen we geloofwaardigheid creëren bij onze schuldeisers, bij andere partijen, bij de Europese landen, dan moeten we eigenlijk tegen de achterban zeggen, ja, nu rustig, want nu zitten we aan de onderhandelingstafel, wij gaan wel in plaats van jullie onderhandelen. En dat een linkse regering juist de beweging gaat demobiliseren. Ik denk dat dit ook momenten zijn om lessen te trekken, als links van dit soort momenten. En de tegenstelling is niet zozeer partij en beweging hier, denk ik. Ik bedoel, dat kan eruit komen. Maar je zult zien dat er ook binnen bewegingen natuurlijk verschillen zijn. Ook binnen bewegingen zullen er mensen zijn die zeggen van, ja, het is misschien nu wel goed om een beetje rustig aan te doen, want we moeten vooral de Europese leiders geen schrik aanjagen. En binnen politieke partijen zal dat hetzelfde spelen. En hier is een andere belangrijke les, dat politieke partijen niet uit de tijd zijn. Ik bedoel, dat verhaal hebben we afgelopen jaren gehoord van, er zijn andere manieren om je te organiseren en politieke partijen zijn uit de tijd. We zien dat Syriza gegroeid is. We zien dat Podemos juist als uit bewegingen voortkomt.
die zeiden van, nou, we hebben helemaal geen partijen nodig. Maar dat de politieke strijd ontzettend belangrijk is. We zien zelfs dat andere partijen, zoals in Schotland, de Scottish Nationalists, enorm veel leden hebben gewonnen. Omdat ze een alternatief boden voor de gevestigde partijen. Dus dat zijn belangrijke momenten als mensen inderdaad het alternatief zien en op basis daarvan verder willen. Om af te ronden, hoeveel heb ik nog? Een paar minuten. Oké. Okay. Ja, je moet me niet te lang laten praten. Andere les is dat we inderdaad dit soort momenten alleen maar creëren op basis van strijd. Ik weet niet hoeveel algemene stakingen er in Griekenland zijn geweest. Iets van 20, geloof ik. Veel. Dat is enorm nodig om die basis op te bouwen. En die bewustzijn op te bouwen in die strijd zelf. Waar mensen het zelfvertrouwen krijgen van de macht ligt bij ons. En de ideeën die er zijn over dat mensen egoïstisch zijn, dat de vrije markt de enige alternatief is. Dat soort ideeën kan je op massabasis alleen maar gaan veranderen op het moment dat mensen zelf in beweging komen en zelfvertrouwen krijgen. Want dat is de kern van de neoliberale ideologie namelijk. Hè? Het zelfvertrouwen van mensen kapot maken door te zeggen van het is ieder voor zich en de mens is in de kern slecht enzovoorts. Enzovoorts. Maar dat we vervolgens ook natuurlijk politieke strijd hebben. Wat er politiek gebeurt. De momenten. Je ziet het in Griekenland. Niemand kan ontkennen dat wat er nu in Griekenland gebeurd is. Dat daar een breuklijn ontstaat in het politieke gevecht van de EU. Dat dat geen kansen creëert voor sociale bewegingen. Niet alleen in Griekenland, maar in de rest van Europa. Dus politieke strijd blijft belangrijk. Vervolgens inderdaad solidariteit. We zijn een van de organisaties geweest die vanaf het begin geprobeerd hebben om solidariteit op te bouwen met de Griekse strijd. Die solidariteit moet bestaan uit het ontkrachten van de leugens die er over de Grieken bestonden. Het organiseren van bijeenkomsten zoals dit om mensen informatie te geven. Maar ik denk dat de belangrijkste solidariteit die we aan de Grieken kunnen geven is het organiseren van de strijd hier in Nederland om onze eigen neoliberale kabinet te verzwakken. Want het is dat kabinet dat samen met andere regeringen natuurlijk druk aan het uitoefenen is op Griekenland. En op het moment dat zij zwakker staan, staan de Grieken sterker. En dat moeten we inderdaad met z'n allen gaan doen. En tenslotte, inderdaad omdat het zo belangrijk is dat er een menswaardig alternatief geboden wordt om uit de crisis te komen. Want in elk crisis wordt er een zondebok gezocht. In Europa zijn het op dit moment de migranten, de vluchtelingen, de moslims. En op de dag van de verkiezingen in Griekenland was het Geert Wilders die zei van die een boodschap stuurde naar de demonstranten in Dresden van Pegida. Die voorgelezen werd waarin hij zei van Dresden shows the way. En ik denk dat wij moeten zeggen Griekenland shows the way. Namelijk niet de migranten en de vluchtelingen de schuld geven, maar solidariteit opbouwen en tegen de mensen die aan de top zitten en profiteren van het werk van anderen en hun geld wegsluizen naar belastingparadijzen en hun winsten boven onze levens stellen, zij zijn de schuld en niet de migranten en de vluchtelingen.